Mijn man en macht wat er februari is dit hier werk om de onversterren toch terug in te letten. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Maar toch deze haast legendarische woorden van voorzitter Wiebe Wieling gingen heel wat dreem meer reek op. Het zwaar reek voor een soort omdenken van de Alversterrenvereniging in binnen- en buitenloon. Dat is duidelijk te vernemen in het aloommeldings. 2100 mensen hadden zich ons kunnen en dat is boven verwachting. Heem dat jij er mooi maken? Net in deze aantallen. In sommige jongen gaan we ook een behoorlijk aantal naar je leen verwelkomen kent, maar net in deze hoeveelheid. Daarmee komt het volslijne ledental op 31.000. Het zwaar gedek vond wij voor een probleem, want wie een mogelijke tocht kunnen maximaal 16.000 rieden starten. De leden die het varnjontje 86 hekkel lid winnen, krijgen automatisch een startbewijs en de rest wordt één keer in de twee jaar inlaten. Die groep wordt nog flink grutter. Het bestuur van de Alversterrenvereniging verwacht dat dat probleem hem vanzelf oplost door een pasfotoactie. Dan gaan wij alle leden, dus zowel de startrechters als de startkanters, controleren. Op grond van hun gegevens en de pasfoto's, dus de controle erbij, die scannen we weer in. En later hopen wij een, nou, bij de startrechters dat een aantal toch zitten wij stoppen ermee. Want dan kun je het echt niet meer trooien aan onze familie. Je kunt echt niet meer trooien aan onze familie, dat zullen we dus ook heel goed communiceren dan. En je kunt dan wel niet alleen lid worden, dus beloofd van blijven bij de vereniging. Pas na de volgende tocht wordt het leden beleerd op Nijbesjoen en onder water stelt in de algemene ledenvergadering.